Misschien is niet belangrijk, maar er lag een brief in de bus op de ochtend dat Johnny verdween. Een brief? Wat voor soort brief? Was gericht aan Johnny's vader. Ik weet niet wat erin stond, maar hij las hem en toen vertrok hij. Daarna heb ik hem niet meer gezien. En nu denk je dat er een verband is tussen die brief en Johnny's dood, is dat het? Welkom bij Belie Gamer. Ik ben Joris en vandaag spelen we weer een heel leuk horrorspel. Laten we maar eens beginnen. Dorst. Ik heb zo'n dorst. Oh, we gaan drinken. Ja, we hebben geen keuken, hè. Misschien dat we hier kunnen drinken. De frigo. Toch leeg. Oké, die heeft gedronken. Zie nee. Wonden. Ik heb nog steeds pijn. Maar ik moet doorgaan. Dat is waar. De doos. Ik moet nog een origami figuurtje openmaken. Ik weet niet waarom ze mij heeft geholpen. Ik hoop dat ze het voor zich houdt. Dad. Ik heb niet veel tijd. Ik moet mijn zoon vinden voor het te laat is. Waar is een origami figuurtje open doen? Zal maar gaan zitten zeker. Toen hij de twee roepen. Wat zal die roepen doen? Een vlinder. Geld. Ben je bereid om... Wat stond er nou op? Ben je bereid om wat? Dat je brief niet te goed kunnen lezen eigenlijk. Tjoe, dat was trap. We staan dat geld aan het zien. Waar gaat hij naartoe? Herinnering. Druk op een toets. Toetstap. Toetstap. Allee. Dat gaat niet. Druk op het toetsstap. Ah, eindelijk. Woensdag. Dan hebben ze het alleen woensdag. Wat staan die dan uit te doen? Was dat de eerste keer? Sorry? Voor het eerst iemand gedood. Ja, die had iemand gedood. Het doet je altijd wat die eerste keer. Daarna wendt het. Agressief. Definitief eerlijk. We zullen eerlijk zijn. Ik weet niet of ik eraan wil wennen. Dat is hem. Is hem dan zeker? Miroslav Korda? Ja? Inspecteur Carter Blake, ik wil u wat vragen stellen. Oei joh. Die wordt agressief. Shit, blijf niet staan man, zo ontsnapt hij! Hou tegen! Pas op, maar dan weg. Hey man, kijk uit bro. Spring erover. Kom aan, pak die. Pas op, verdold. Ja joh, sorry.
spring erover. Er juist over die auto. Ja joh, we moeten die pakken. Sorry. Oei. Ups, die dozen nou nog. Verdomme, hè. Kom aan. We moeten hem hebben, hè. Oh, shit. Die bloempot op de grond. Oei. Yes, we hebben hem. Toch niet. Auw. Wat mijn bakkes. Dat schaft hier, hè. Blijf erin blijven. Al die kiekjes. Hop, pas op. Auw. Huh? Wat is die? Shit. Allemaal buffstick. Oké. Okay. Waar zou die gaan? Rustig, kalm. Wacht, hè. Het is hier ijskoud. Mijn handen zijn gevoelloos. Ja, dan kun je al niet schieten als je koud hebt. Vast, sloten. Die gaat echt niet ontsnappen. Je krijgt die klootzak wel. Ik hoop dat ik hem krijg. Dat vlees. Waar is Blik, godverdomme? Ik weet niet wat het is. Auw. Knallerbonken. Maar ja, zit op tijd weg. Kom aan. We moeten dat stokskin hebben. We moeten die stok hebben afpakken. Nee, shit. Nee, fuck. Kom aan. Nee, kom aan. Yes. Au. Tegen af tegen die koei. Juist voor de naaier. Deze keer hebben we een origami killer. Hoop ik toch. Dat we hem hebben, maar we weten nog niet waar hij zo'n doet. Maar ja, wat heb je gedronken, joh? Een paar whiskies, precies. Kom aan, recht. Kom aan. Je hebt echt veel gedronken. Kom aan. Ja, jom. Hop, wakker worden. Als je een fles kunt leeg drinken, kun je ook wakker worden. Slap. Nee, dit is om nu. Zeg jij, als jij geeft, moet ik ook geven, hè? Abai, zeg joh. Dat is verslavend, hè? Als je iemand die geeft, dan moet het zelf ook geven. In zijn kast zien. Oh, in de schuif. Met een puffer. Ik ga puffen. Maar doe eerst het topje eraf. Wat zit er in de schuif? Een fles. Sterke drank. Nee, we gaan toch niet drinken. Ze zijn al zat genoeg. Oh, dat is hetzelfde. Dat er in de schuif zit. Wat zit er hier? Een medaille. Van politie. Denk ik. Een wapen. Ik moet beter maar meepakken, dat wapen. Ik kan er van pas komen. Maar hij gaat toch niet meepakken. Wat is het hier? Een lamp.
Voilà, die zat. Daar wordt hij staan. Eens zien, hè. Onderzoek. Ik heb de ouders van alle slachtoffers gesproken. En het enige wat dat heeft opgeleverd is deze telefoon en een doos met origami figuurtjes. Dat schiet er verder dan. Alle kranten schrijven over Sean Mars. Die jongen die is gekidnapt. Dus weet wie dat er gedaan heeft. Met al die vochtigheid. Ik hoop dat het snel ophoudt met regenen. Dat hoop ik ook. Maar dat is nooit plezant te regenen. Ik slaap slecht sinds de moorden weer zijn begonnen. Ja, die heeft last van pollen. Dat denk ik. Hij wil een tutje doen. Maar we gaan eerst even zien wat er in de frigo zit. Drinken. Ik weet maar wat dat is, maar ik kan dat toch opdrinken. Wat zit er in deze kast? Nee. Terug dicht. We moeten toch ergens iets vinden waar dat we door kunnen. Zetel. We waren moe. Nee, toch te staan. Kunnen we nog eens naartoe? Ah, hier zijn we nog niet geweest. In die deur. Slaapkamer. Waar ligt er hier in? In die schaaf. Een foto. Oh, je bent agent geweest. En dan drie dieven en dan zo, denk ik. Dat kan ik nog. De bel. Zullen we de deur ook gaan openen, hè, waar de bel ging. Wie zal ervoor staan? Je zei dat ik mocht komen als ik me iets zou herinneren. Komt het nu uit? Tuurlijk. Ik ga zitten. Oh, sorry. Mijn gsm. Die staat niet af. Ik moet eerst afzetten. Voilà, die stopt nu op stil. Ik was dat vergeten. Ik had niet verwacht haar terug te zien. Wat zou ze willen? Dat weet ik niet. I see her. Ik herinnerde me ineens iets. Misschien is niet belangrijk, maar er lag een brief in de bus op de ochtend dat Johnny verdween. Een brief? Wat voor soort brief? Was gericht aan Johnny's vader. Ik weet niet wat erin stond, maar hij las hem en toen vertrok hij. Daarna heb ik hem niet meer gezien. En nu denk je dat er een verband is tussen die brief en Johnny's dood, is dat het? Vraag me niet waarom, ik heb de envelop nog. Ze heet met die envelop. Niets opvallends. Behalve het adres. Het adres? Het is getypt met een oude typemachine. Kan een spoor zijn, je weet het nooit. Bedankt voor je hulp, Lorne. Ik laat weten of het iets oplevert. Wacht, ik... Robert. Ik kan niet thuis blijven zitten en niets doen terwijl jij de man zoekt die mijn zoon heeft vermoord. Sinds je bezoek ben ik gaan nadenken en ik wil meedoen. Helpen bij je onderzoek. Het antwoord is nee. Als ik je niet mag helpen, nee. Dan hou ik de envelop. Oh, nog chanteren ook nog. Dan gaat het niets worden. Ik zie niet hoe je kunt helpen, Lauren. Het kost me te veel tijd. Hoeveel aanwijzingen heeft u, meneer Shelby? Deze envelop niet veel. Is misschien uw enige link met de killer. Ik begrijp het.
Dan hop ik. Het was een stom idee. Sorry voor tijdsverspilling, meneer Shelby. Wacht. En de bijzondere vrouw, Lauren. Steek die maar in je zak. Ik ben maar een moeder. Een moeder die wil weten wie haar zoon heeft vermoord. Zijn we Zou partners? Ik ook wel willen weten. Ja dan. We zijn partners. Voilà. Oké. Maar waar dat die naartoe gaan is voor de volgende keer. Ik hoop dat jullie van deze video hebben genoten. Laat alvast een blauw duimpje achter als je het leuk vindt. En tot in de volgende sheet of horror game. Dag.